Een goedemiddag bij de highlights van de finale week van de Dutch Darts Quarantaine League. Een goed moment om eens terug te kijken als je de halve finales en de finales hebt gemist. We begonnen met Kevin Doets tegen Barry van Peer. En wat was dat een wedstrijd zeg. Kijk ook eens naar wat die Barry van Peer hier gaat finishen. 124 komt op een 3-1 voorsprong. En dan gaat Barry van Peer nog een mooie finish neerzetten 107 gaat hieruit, dubbel 20. Zo is het Barry van Peer die toch wel verrassend... In het begin van deze wedstrijd uh, flink de leiding pakt, maar Kevin Doets komt terug. Het stond 4-1, maar Kevin Doets die gaat hier niet uh, de 5-5 maken. 68 gaat niet uit. Dus mag Barry van Peer een belangrijke 6-4 gaan maken. Hij moet 25 uitgooien, neemt daarvoor de tijd. Net voor de pauze, een belangrijke lek dus. Dubbel 8, nog één pijltje. En die gaat niet raak, Die is er toch wel uh, ver vanaf. Dan mag Kevin Doets drie pijlen gaan gooien. Om de 5-5 te gaan maken. Hij heeft er maar één nodig. Dus is het dan 4-1 voorsprong voor Perry van Peer. 5-5 in de pauze. Dat uh, doet van Peer toch wel pijn. Hij pakt nog wel een lek. Maar hier een 102 finish van Kevin Doets. Om de 6-6 te maken. En uh, daarna komt Kevin Doets langzaam op voorsprong. Want Perry van Peer gaat hier dan 133 uitgooien. Ja, of toch niet. Want de tweede pijl van de dubbel 19, die zit er niet in. En dan mag Kevin Doets voor het eerst op voorsprong gaan komen. Drie pijlen voor dubbel 18. De tweede pijl zit er toch wel heel ver vanaf. Maar de derde pijl is goed gecorrigeerd en gaat raak. 7-6 voor Kevin Doets. Pak er nog een lek erbij. Staat 8-6. Van Peer gaat nog wel een mooie finish neerzetten hoor. 120. Heeft door het hele toernooi sterk uh, gefinished hoor. Dat kennen we ook van Van Peer. Doets pakt dan zijn lijk op en gaat hier voor de wedstrijd gooien. Dubbel 20 is raak en dus is de finale plek voor Kevin Doets. Van Peer is niet tevreden over zijn spel. Heiner Uldrix tegen Roelofs. Dat was de andere halve finale. De halve finale tussen nummer 2 en 3. Uldrix die pakte al snel de voorsprong. 75 wordt hier uitgegooid, staat 2-0. En dan gaan we ook nog een uh, mooie 75 zien hier. Gaat hij erin? dacht 18 wordt gegooid en naar de tops die altijd sterk is bij Heine Uldriks hoor. Scorend goed, maar zeker ook op de dubbels. Hier een 180er van Heine Uldriks, we weten. Hij is de koning van de 180ers. De meeste 180ers van alle darters in deze league. Gooit hij dan nog een 140er. En die wil je wegzetten met een 25 nu. Ja, die gaat in de boel boelzaai. Dat wil je nou net niet hebben. 170 wordt er gegooid. Dat had een tiendarter uh, kunnen zijn geweest. Maar 11 gaat ook uit en maakt zelfs een 4-0 voorsprong. Dan lijkt het toch dat Oom wat moeilijkheden heeft in deze wedstrijd. Maar hij komt toch langzaam terug hoor. 74 wordt hier gegooid Maakt dus 5-3. Maakt ook nog 5-4. Maar toch net voor die pauze is het Heine Uldrix, die een hele belangrijke dubbel 16 weet raak te gooien. 6-4 en dan kan dan gaan uitbouwen naar de voorsprong. Met onder andere deze geweldige 155 finish. Wat een finish is dat, zijn hoogste finish. Dan, ja het lukt niet meer voor Owen Roelofs. pakt zijn lerk op en voor de wedstrijd dubbel 16. Heine Uldrix staat in de finale tegen Kevin Doets. En wat was het een spannende finale. Een finale van een wat lager niveau. Maar uh, ja, de spanning vloog er vanaf. Uldrichs kwam opnieuw op een uh, voorsprong terecht. Al vroeg in de wedstrijd. En Kevin Doesje kwam eigenlijk opnieuw op een achterstand terecht. Dat hadden we al eerder gezien met Perry van Peer. Toen wist hij zich goed terug te vechten. Dat blijkt hier ook. Maakte na een 3-1 achterstand toch een 4-3 voorsprong van. En, uh, ook hij kan 180 schooien. gooien. Hij heeft. Uh, Overal gemiddeld gezien het beste gespeeld in deze hele league. Beide mannen trouwens geen enkele wedstrijd verloren. Wel wat gelijkspelen er tussendoor. Kevin Doets hier dan zet hem weg op 196. En gaat hem na 9 pijlen wegzetten op 56. Want hier wordt opnieuw een 140er gegooid. En uh, ja, in zulke lags is het toch wel moeilijk voor Uldrichs om bij te blijven. Gaat hij dan de 5-3 maken? En die pakt hij met uh, twee pijlen, zijn er maar voor nodig. Een elfdarter darter voor uh, Kevin Doets. Pakt dan nog een lek erbij en gaat hij zelfs de 7-3 maken via dubbel 8. Ja, en dan wordt de voorsprong toch wel heel erg groot tussen Doets en Uldrix. En dan uh, lijkt het toch uh, bijna onoverbrugbaar voor uh, Heine Uldrix. Maar misschien heeft Uldrix dat wel nodig. Gaat langzaam terugvechten. Onder andere met deze 180er. Die ook gevolgd wordt door een 180er van Kevin Doets. En blijft goed scoren. Het niveau van bijna mannen wordt weer iets hoger. Kijk naar deze pijlen hoor. Weer een 180er. 280ers in deze leg van Uldrix. Na 9 pijlen op 45. En hier de elf darter. 45 wordt uitgegooid. 7-4 staat er nog een lange weg te gaan voor Uldrix pak dan de 7-5. En uh, Doets die gaat hij zelfs nog een leg pakken. 104 wordt uitgegooid. Een sterke finish. Komt dan steeds dichterbij. Die winnende 11 legs die je moet halen om uh, jezelf te gaan kronen. Hier een belangrijke finish hoor. 1 pijl was er voor Uldrix om tops uit te gooien. En uh, terwijl Doets staat te wachten op 20. Maakt dan 8-7. En dan mag Uldrix hier de gelijkmaker gaan maken. Gaat dat doen. Heeft drie pijlen ervoor nodig. Ja, dat was uh, niet genoeg. Drie pijlen gemist. En dan zou je zeggen, Kevin Doets kan hier de genadeslag gaan slaan. 24 moet uitgegooid worden met drie pijlen in zijn hand. Maar hij heeft nog maar één pijl voor dubbel 6. Ja, die gaat niet raak. En dan uh, wordt het toch wel heel spannend. Want uh, wat zou dit een belangrijke lijk zijn... Uh, als Uldrich deze weet pakken, neemt de tijd. Is die 1, die single 1, dan uh, toch een zenuwachtige? Nee, die gaat er vol in. Krijgt dan twee palen voor dubbel 2. Maar daar heeft hij maar er één voor nodig. En zo staat het weer gelijk. En is de spanning weer helemaal terug in de wedstrijd. Maar is vooral Heine Uldrix weer helemaal terug in de wedstrijd. Maar het lukt hem niet om buiten te blijven. Kevin Doets pakt gewoon zijn eigen leuks op. En gaat die 114 uitgooien voor de wedstrijd. En uh, ja, wat een einde van de geweldig spelende Kevin Doets. Die hier de titel pakt van de Dutch Stars Quarantain League. En kijk hem eens. Blij zijn daar in de camera. Wat hebben we een mooie league gehad. Kevin Doets won, won van Barry van Peer met 10-7. Uldriks met 10-5 van Owen Roelofs. En in de finale won Kevin Doets met 11-9 van Heine Uldriks. En uh, Doets is uh, over de league heen toch ook wel de beste darter gebleken. En dat zien we ook aan deze statistieken. Kevin Doets, het beste toernooi gemiddelde, maar ook het beste gemiddelde in een wedstrijd. Het beste dubbelpercentage ook voor Kevin Doets. Maar waar de andere darters Heine Uldriks, mag toch wel erg trots zijn op de 32-180ers die hij heeft gegooid. En Owen Roelofs met de hoogste finish, 160, wist hij uit te gooien. Bedankt jullie allemaal voor het kijken naar deze afgelopen acht weken van de Dutch Actueel, Dutch Darts Quarantaine League en hopelijk zien we jullie snel weer terug op dit YouTube kanaal.